Oh. We zijn gelijk ergens in geland. Ik heb geen idee waar. Ik heb gewoon op continue gedrukt. Waar ben ik? Wat was er vorige keer gebeurd? Vorige keer kregen we zo'n spuitje van een of andere supersterke gast waar we niet tegen konden vechten. Dat hem hadden we gevonden. Hey Yankee. Got your name? Leon. Dan gaan we nu ook zijn naam te horen krijgen? Oh. I'm Luis Serra. Guess you, me. Pick the wrong spot to vacation, eh? Wacht, heeft die guy ons nu in de kelder gestopt ergens? I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Wat doet die gast? Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Uh-oh. Young girl. Zijn we naar dezelfde persoon op zoek? Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Okay. Moving her. Where? Who knows? But later. Saw some men dragging someone to the old church. Oh, hij rukt dat hele ding kapot. Okay, dat is wel slim. Hanging with you. Oh, achter. Komt die guy hier opeens binnen? Ah, kijk jongens, mensen, teamwork. Dit is wel... Oh, we pakken hem gewoon zo, oké. Is dit tactisch? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel gaat werken. Ja, daar gaat hij. Oei, dat is niet zo fijn, denk ik. Wacht, hij heeft de sleutel? Hoe is dat logisch? Hey, we're not done here. Later, amigo. Hij dropt de sleutel wel. Ik bedoel, dat is aardig, maar... Hè? Ik dacht dat die guy tenminste een beetje vriendelijk was. Gaan we hem nu achterna? Took my gear. Oh, we hebben niks meer. Oh, dus heb ik serieus alles wat ik heb verzameld de vorige keer is gewoon weg. Is ook mijn hurp en zo. Het is ook weg. Ik heb al die moeite gedaan voor niks. We hebben alleen een key. Die Hunter's Lodge key, die hebben we nog wel. Ja, maar dit is toch echt zo dikke poep. Oh, ik heb mijn telefoon. Oh nee, ik heb geen telefoon. Dat is mijn oortje. Oké. Located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Baby eagle, is dat de codenaam voor... Oké. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. Yo, zoek even die info over hem op. Ja, precies. I need you to run a background check. Ja, die background check hebben we nodig. See what I can find. In the meantime, make your way to that church. Ja, ik doe mijn best. I'm probably due for confession anyway. Ja, ik vind dit dus echt niet leuk. In het vorige hoofdstuk zijn we er best wel achter gekomen dat ik moeite heb met de combats in deze game. En nu heb ik niet eens meer mijn gun of mijn mes of iets. Dus dit kan nog een pittige worden. Het is sowieso even de hele game is wennen, want ik heb dit nooit gespeeld. Maar ik moet zeggen, de vorige keer, ik vond het een beetje moeilijk en onduidelijk, maar ik vond het wel leuk. Hé, we hebben een mes. Oké, wacht, dus zo... Sla ik gewoon iemand of sla snij ik. En als ik zo doe, dan kunnen we korte... Oké, dat is goed om te weten. Een zaklamp nu zou ook wel fijn zijn. Maar die guy die moet hier ook naartoe gerend zijn, die Louis. Er zit gewoon een soort van gezamenlijke gevangenis. Ik denk wel dat ik hier naartoe moet. Ik kan letterlijk nergens anders in. Oh, die guy heeft een wapen. Dit is geen gevangenis. Oké, we gaan hem sneaken. Als het goed is, kan ik een sneak attack. Ja. Oké, dat werkt. Dat werkt. Dat is heel fijn. Ik denk namelijk nog wel dat er mensen hier gaan zijn. We hebben nog een kitchen knife. That's my gear. Oh, daar ligt mijn gear. Dus daar moet ik naartoe. Op zich is dat niet een hele onmogelijke missie. Het ziet er wel uit alsof dat... Oh. Oh, ja. Oeps. Nou ja, jij hebt mij nu al gezien. Dus dan maakt het ook niet heel veel meer uit. Oh, ik heb zijn aanval gedodged. Oké. Oh, hij is in zijn eigen trap gestaan. Lekker voor je, ouwe. Must have slipped. Oei, ja, ik moet dus wel even opletten dat ik niet in die... Oh, een ratje. Oh, wat doe jij hier? Dat is echt zielig. Nog een bes. Yo, ik heb nu zoveel bessen. Ja, laten we hier kijken. Wacht, waar was mijn gear nou? Want nu ben ik het weer een beetje kwijt. Oh. Ja, ik hoor alleen maar mensen schreeuwen hier. Dat is niet zo fijn. Ik denk dat dit wel naar mijn gear toe gaat. Dat we wel deze kant op moeten. Zullen we kijken of ik een sneak attack kan poelen? Never mind. Geen sneak attack op hem. Oh. Oh, ja, kijk, ik heb wel hem gedodged, maar... Au, 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 die had ik even niet gedodged. Sorry, jullie. Oh, dat is heel veel damage. Oeps, ik moet nog een beetje wennen. Merken jullie het? Laten we even zo'n hurpje lekker gebruiken. Een beetje wat HP erbij. Dat kan geen kwaad voor mij. Ik heb het nodig. Hallo, is mijn gear hier ergens? Wacht, heb ik gewoon
Ben ik nou volledig mijn gear langs? Oh nee, daar is het. Oh, nu is die deur open. Moet ik dan nu terug? Kan ik hier doorheen? Wacht, hallo, ik wil hier doorheen. Ah, die is dicht. Serieus? Kan ik niet hier doorheen? Nee, dat kan niet. Oké, dus ik moet deze even omdraaien en dan moeten we gaan rennen. Oké, 3, 2, 1. Go, 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 go. Rennen voor je leven. Nou ja, niet voor je leven, maar wel voor je gear. Waar is die deur eigenlijk? Die is hier, niet waar? Hoe kom ik er dan weer uit? Is dat iets... Oh, die trap. Serieus? Ja, daar had ik over na moeten denken. Oké, we zijn erin. Ik hoop dat die deur wel van deze kant open kan gaan. Anders is het een beetje lullig. Ik heb die sleutel daar niet voor. Mijn gear. Oh, eindelijk. Oké, gaat deze deur open? Oké, gelukkig. Gelukkig wel. Heb ik nu al mijn items? Ja, ik heb al mijn items nu weer. Wacht, dus met 1 pak ik mijn gun. Ja, met 3 de shotgun. Oké, dit is goed. Jou zie ik. Wie ben jij? Waarom zie je er niet uit als een slechterik? Dus als een bezeten zombie. Ja, inderdaad. Wie is dat? Zoveel vragen. Hallo, meneer? Ben jij in een soort shop? Ja, je bent een merchant. Ik dacht het al. Let's do some business. Oké. Wat heb je mij te verkopen? Trading with the merchants. Weapons and items can be bought or sold to the merchants. Met die munten. Wauw. Oké, dus nu weet ik waarvoor dat is. En hij doet ook die request. Dus kijk hem daar staan door met zijn jasje. Oké, wacht. Tune up. Dus ik kan mijn... Nou ja, met mijn combat knife. Oh, die kan ik... die is kapot natuurlijk. Wat kan ik met mijn ammo capacity? Reload speed? Rate of fire? Dat kan ik allemaal upgraden. En van de shotgun ook. Oeh, ja, ik denk dat het misschien wel slim is... om sowieso mijn knife te repairen. Aangezien ik die best wel veel moet gebruiken. En laten we dan... ammo capacity van mijn gun ook upgraden. Hé, ik heb ook gelijk een achievement. Upgrade a weapon. Dat is wel nice. Kan ik ook dingen verkopen? Misschien dat ik daarbij nog... Wacht, key items. Ik kan deze key verkopen, maar ik weet niet of ik die nog nodig heb. Hij zegt ook, your valuables. Dus als je je spullen mee naar het graf, dan zijn ze niks waard. Dat klopt. Maar eigenlijk wil ik dit... Ja, weet je wat je mag hebben? Je mag een chicken egg. Can be used to restore a small amount of health. Oh, maar dan is het misschien wel handig. Ja, ik weet niet of ik nu eigenlijk echt al alles wil verkopen. Wat? Je kan allemaal zieke guns hier kopen. Oh, ik weet niet of het slim was om mijn... Te zien, je kan hier ook andere guns kopen. Nou ja, nu heb ik een iets betere gun. Dat is prima. Laten we kijken. Merchant. Tip, get rich quick. Your trade, the spinals you received as a reward. Oh. Nou ja, dit zal wel. Een typewriter. Ik ga mijn game zeker even opslaan. En wat is dit? Rifle ammo. Maar ik heb niet eens een rifle. Nou ja, dankjewel dat hier zo lag. Oh, hier is een briefje. Get rid of the rats that have taken up in the factory. We don't know if they're carrying any diseases, but we'd rather not find out. Moet ik dan al die ratten gaan neerknallen in de fabriek hier? Ik weet niet of dat echt mijn tijd waard is, als het ware. Maar dat is ook zielig. Die arme ratten. Nee, weet je, ik ga gewoon verder. Dat maakt me niet heel veel uit. Als ik dat allemaal ga doen, dan zijn we 100 uur bezig. Daar gaat wel een pad hier naartoe. Ik weet niet welke kant ik op moet. Laten we eerst even hier checken, want hier is nog zo'n dingetje. Oh, hier heb je ook weer iets voor nodig. Dat heb ik ook niet. Oké, dan gaan we gewoon deze kant op. Ja, hoe kom je aan die sleutels en al die spulletjes die je nodig hebt om die deuren open te maken? Want volgens mij mis ik dat gewoon. Hey! Oh, sorry mevrouw. Ik wist niet dat... dat jij hier ook was, maar nu ben ik er. Dankjewel voor de ammo. Waar ben ik trouwens? Waar gingen we... Oh ja, wacht. Bandit Factory, de Valley. Want die factory, daar kom ik vandaan. Daar is die merchant ook. Head for the church. Dat is waar we nu naartoe gaan. Oh, wacht. Je kan het zien. Dit is waar we waren. Hier waren we gepakt door die ene guy. En we werden hier wakker. Oké, dat is best wel een grote afstand die we dan hebben afgelegd. Maar we gaan nu naar de kerk. Want daar zou de dochter van de president... Dance zijn. Auwe. Wat is dit voor een plek? Dit ziet er best wel ziek uit. Maar als al die zombie mensen dit gemaakt hebben, vind ik dat niet heel fijn. Oh, je kan ook denk ik... Nou, maar ik wilde echt net zeggen, je kan ook elk huisje in, maar dat kan dus niet. Oh, chips, ze zijn boos. Ja, oké, dit is niet handig. Maar waarom komt er ook hele spannende muziek? Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb ze goed boos gemaakt. Ja, nee, nu moet ik weer vechten, maar dit kan ik niet. Ik kan ze niet allemaal vechten. Daar is geen beginnen aan. Oh, ze gooien explosives. Oh, nee. Rennen, guy. Ja, maar die explosives die zijn zo naar. Want daarmee doen ze zoveel damage. Au, dat bedoel ik. Die explosives zijn absurd. Ik moet even rennen. Even kijken wat we moeten doen. Willen jullie mij met rust laten? Oh, weer zo'n ding om mijn kop. Dit loopt dood. Oké, dat is niet handig. Hier zijn allemaal explosives. Ja, dat was een beetje pijnlijk. Laten we zeggen dat we dit nog een keer gaan doen, maar dan anders. Laten we dit tactisch aanpakken. Je ziet ook nu gewoon bijna helemaal niemand. Terwijl als je daar bent, zijn er zoveel. Oh mensen, dit vechten is zo intens. Oh nee, het gaat ontploffen naast me. Pak aan, alsjeblieft.
sterft gewoon. Not bad, right? Oké, hoeveel heb ik er nog achter me aan zitten en hoeveel zijn er boos en willen me vermoorden? Nou, eigenlijk zijn vooral de belangrijkste diegene eventjes met de dynamiet. Want die zijn heel vervelend. Jij daar of zo. Ja, jij hebt dat dynamiet. Jij bent heel irritant. Jij moet alsjeblieft dood. Go, go, go. Sterf allemaal. Sterf. Nee, hoe leef jij nog? Kai, nee. Ik moet reloaden. Stop al op. Huh, wat gebeurde daar? Mensen, ik heb heel veel kogels gebruikt. Dat is niet best, kan ik je vertellen. Yo, wat gebeurde daar? Huh, wat is dit? Eeuw, zijn dat zijn lichaamssappen? Wat, is iedereen nu dood? Laten we op de map kijken. Wat betekent dit? Dat is dat daar ligt. Oh ja, dat ligt hier nog. Muntjes. Maar ik heb nu wel weer heel veel muntjes. Waarom hoor ik nou nog iemand? Oké, dat hoor ik niet. Ik heb een ruby. Oh, die is 3000 van die munten. Yo, dat is echt ziek veel. Ik hoop dat dit drama voorbij is. Ik heb echt geen zin in meer. Oh, hier kan ik overheen. Ligt hier... Oh, hier zijn items. Nou, laten we even een rondje lopen om te verkennen wat hier allemaal is. Misschien... Ik weet niet of ik ergens nog loot heb laten liggen. Ik hoor wel stemmen hierboven. Daar word ik niet heel vrolijk van. Oh, wordt er nou iets op me gegooid? Ja, de muziek wordt weer spannender. Hé, waar? Oh, daar. Serieus? Ben je nu klaar? Nee, je bent nog niet klaar. Ja, val neer, alsjeblieft. Oh, dit is het embleem wat ik nodig heb voor daar... Dat had ik daar terug. Oh, serieus? Zo, pak aan, meneer. Jij bent tenminste snel klaar. Hé, dat mag ook wel eens een keer. Ja, ik weet niet of het echt zin heeft om nog terug te gaan. Naar die ene plek waar je dat... Waar je dat embleem erin kon doen. Hier is wel iets. Oh, een sleutel. Dat is misschien voor dat huisje. Hey, meneer, ik hoor je hier heel hard schreeuwen. Oh, daar ben je. Oh, jeetje. Doe me niet zo mal, joh. Hallo, kan jij ook doodgaan? Hé, dat duurde me ook veel te lang. Small key. Laten we kijken of die hierin kan. Oh, wel trouwens, nee. Die deur heb ik net opengemaakt via de andere kant. Dus dat is helemaal niet daarvoor. Oké, ik denk dat ik dan wel alles hier heb gehad. Ik wil nog heel even kijken waar dit pad naartoe gaat. Want volgens mij is er verder niet heel veel. Oh, naar mensen. Fijn. Hartstikke fijn, zeg. Sterf als je... Oh, nee. Weer zo'n dynamiet gooiert. Nee, nee, nee. Stop, hou op. Oh, daar gaat een mes. Gelukkig heb ik nog een nieuw mes. Zo, hem maak ik ook even af voordat hij gaat muteren. Daar heb ik echt geen zin in namelijk. Hier ligt nog wat. Ik heb wel veel munten nu om even weer uit te geven in die merchant. Misschien dat het wel slim is om terug te gaan. Ik hoor ook nog een vrouw schreeuwen, maar daar heb ik ook geen zin in. Oh, is dat waar die sleutel in is gegaan? Weer een ruby. Oh, a small simple key can only be used once. Niet hiervoor dus. Misschien dat dat ook wel voor daar terug is. Waarom zit die mevrouw zo naar mij te roepen ergens? Wat? Er zijn nieuwe mensen daar beneden? Wat doet dit? Oh, die poort gaat open. Daarmee kan ik weg. Ah, ik moet daar doorheen. Ik ga daar gewoon nu doorheen. Frick dat. Echt iedereen hier kan stikken verder. Go, go, go. Rennen. Ze komt daar uit het huis. Go, 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 go. Nee, en er staat er ook weer eentje hierachter. Serieus? Go, go, go. Pak aan. Sterf met dat ding in je handen, alsjeblieft. Laat mij gewoon weg, oké? Ik hoef niet ruzie met iedereen. Ik wil niet elke keer een hele village achter me aankrijgen. Ik vind het een leuk spel, hoor. Maar jeetje, een beetje rust, mensen. Laat mij nu naar die typewriter rennen, want dit is heftig. Dit is heel heftig. Save the game. Dankjewel, alsjeblieft. Ja, why not treat yourself? Ik wil wat dingen verkopen, want die rubies, die mag je allemaal hebben. Voor mij kan ik daar niks mee. Deze mag je... Oh, ik denk niet dat we teruggaan eigenlijk naar die Hunter's Lodges. Ik weet niet waarom ik hem net niet gewoon verkocht heb. En de rest wil ik allemaal wel bewaren, want daar kan ik misschien nog wat dingen mee doen. Maar deze dingen mag je hebben. Ja... And it will fetch a price higher than the sum of its parts. Oh, hè? Wat bedoelt hij daarmee? Met die rubies. Kan ik daar niet iets around cut crimson gems can be inset in certain treasures? Can be inset in certain treasures? Ja, weet ik veel, jongen. Ik wil dat gewoon verkopen. Het maakt mij niet uit. Neem het. Hier, alsjeblieft. Tune up. Oké. Wacht, wat kan ik niet iets kopen? Bolt thrower? Ja, dat hoef ik niet. Is dit een rifle? Dit is een bolt action rifle. Zal ik die gewoon kopen? Ik kan alleen niet die kopen en de scope. Dat is wel jammer. Maar ik denk dat we dan misschien een beetje mensen kunnen snipen of zo. Ja, of ik... kan ik iets verkopen? Ik weet niet of die shotgun... Ga ik die echt... die hou ik wel. Dat is misschien wel handig. Ja, frig it. Ik ga gewoon deze gun kopen. Boeien, wat maakt dat uit? Daarom, nu kan ik mensen snipen. Dat is misschien wel handig. Als ze dan van die mensen hebben die explosives gooien en zo, dan... Scope voor nul. Oh, wat een held. Nu heb ik wel een scope. Oh, held. Held, dankjewel. Oké, mijn inventory is wel vol. Dus daar moeten we ook rekening mee gaan houden. Laten we even bewonderen, hoor. Waar zit die scope? Nee, die zit er nu niet op. Kan ik die scope ergens aan toevoegen? Zit die er nu op? Ja, nu zit die erop, volgens mij. Laat me eens kijken. Ja, mensen, nu heb ik een zieke sniper. En je kan nog inzoomen?
Wauw. Oh, ik mag niet op die guy mikken. Oké, nu ben ik wel blij. Laten we hier naartoe gaan en laten we hier dat embleem erin doen. Use. Wacht, hij moet even draaien. Ik zie het al. Oh, hij moet natuurlijk... Ja, en dan moet hij zo en dan moet hij erin, denk ik. Ja, het werkt. Oké, laten we maar kijken wat hierachter zit. Blijft het ook open? Want dat zou fijn zijn. Ja, dit blijft open. Waar gaan we naartoe? Ik heb zo'n gevoel dat nergens veilig is en dat overal van die mensen lopen. Zullen we deze gun eens testen? Jij bent duidelijk zo'n zombie. Zeg maar dat hij met één kogel neer is. Oké, dat is hij. Oh, voor mij komen er meer. Ja, 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 ja. Oh, jij bent snel. Maar dat is wel raak. Oké, deze gun is leuk. Maar ik denk niet dat ik er nu te veel mee moet gaan schieten. Want je ziet het, ik heb niet heel veel kogels. Voor mij kon ik geen kogels bij die guy kopen. Nee, volgens mij niet. Laten we gewoon sneaken. Oh, jij gaat die kant op. Oké, dan wil ik even een stealth attack op jou zo doen. Zo, dat scheelt ook weer eentje. En hier lag iets. Wat is dit? Handgun ammo. Oké, dat is ook wel leuk. Maar dat is voor mijn pistool, dus niet echt voor die rifle. Er liggen hier ook weer traps, dus daar moeten we ook even voor oppassen. Wel veel van die muntjes, hè? Ik hoop dat we straks nog een merchant tegenkomen. Ah, hier zijn van die barrels. Die wil ik wel even pakken. Daar moet je hiervoor onderdoor. En dat is nog wel de moeite waard. Resources, oké. Ik weet niet wat ik daarmee kan. Oh, hier is zo'n kistje. Oh, die is wel handig. Ja, nu hebben we weer een treasure. Oh, het is mijn geluksdag, mensen. Al deze items. Heerlijk. Hallo, hallo. Hoe is het met jullie? Yo, grote vogel. Rifle ammo. Oh, dat is goed. Wat is hier gebeurd? Dit is niet een gezellige plek. Oh, wacht eens even. Hallo, is er iemand thuis? Zo'n poppetje. Oké, maar er is niemand thuis, volgens mij. Wat is hier? Hier liggen ook allemaal... Scribbles about dolls. Oké, green herb. Ja, mijn stoortje is vol. Laat ik deze green herb gebruiken, want mijn HP was het toch niet volledig. Dus dan kan ik nu even healen. Oké, we gaan verder. Pas op voor de trap, want dat is ook weer iets voor mij. Oh, ja, nee. Daar heb ik toch geen zin in, ouwe. Ben je serieus? Hey, tijd voor de shotgun, hoor. Want hier, dit is echt foute boel, dit. Ja, die shotgun doet hem ook niks. Melee. Nee, laat me met rust. Laat me met rust. Go, rennen. Oh, hier is een tripwire. Go, daar moeten zij doorheen lopen. Gaat dat werken? Oh, die vrouw is er te vroeg doorheen gelopen. Nee, slecht nieuws. Oh, dit loopt dood. Ik ben er zo hard geweest. Ja, laat me met rust. Ja, dat vraag ik mij ook heel erg af. Ja, ik voel dit wel. Holy tandjes, mensen. Die guy is veel te OP. Oh, ik vraag me oprecht af of ik nou zo slecht ben in deze game. Of dat die anderen zo OP zijn. Maar dit is toch absurd? Huh, laten we dit nog een keer proberen. Misschien dat ik die nades ook eens een keer ga gebruiken. Kan vast geen kwaad. Oh nee, zij kwamen van achter. Dat wist ik helemaal niet meer. Uh-oh. Had ik nou die bel met mijn kogel gedodged? Oké, dat is één. Kom. Ga even in die bear traps of zo. Ga daarin lopen. Kom nu op mij af. Oh, niet zo achter mij aan. Nee. Hold up, gast. Hold up. Of ga hier doorheen. Ja, kom jij hier maar naartoe. Oh, rennen. Kom. Heb ik hem? Is hij hiermee dood? Hij is hiermee niet eens dood. Ben je serieus? Heb ik hem? Ik heb hem. Holy tandjes, ik had nooit verwacht dat ik hem zou kunnen vermoorden. Oh, ik heb een emerald. Dat is voor mij een treasure. Ja, een emerald. Oh, die is 5000 waard. Holy chips. Mensen, applausje voor mezelf. Want dat ik dit heb gedaan... Ik ben maar één keer dood gegaan. Ja, dat is één keer te veel, kan je ook zeggen. Dat klopt. Maar ik leef. Moet ik hier naar binnen? Het ziet er naar uit alsof ik hier naar... Oh, dat is locked. Natuurlijk. Wat is hier verder? Nou, deze plek is... Wat is dat? Dat is geel. Kan ik daar... Oh, daar kan je op schieten. Dan krijg je... Ja, maar ik heb een volle inventory. Dus dit is ook niet heel fijn. Oh, ik kan ook ammo craften. Oh, dat is op zich ook wel handig. Zal ik gewoon rifle ammo gaan craften? Want voor mij heb ik niet heel veel. Nee, ik heb echt niet veel. Ik ga dat gewoon maken. Levert ook gelijk weer een beetje plek op. En ik heb wat extra kogels. Nou, mij hoor je niet klagen natuurlijk. Ik moet wel oppassen voor de traps hier. Maar goed, die deur gaat niet open. Ik ben wel benieuwd wat dit is. Dit ziet eruit als een heel groot huis. Dus het heeft vast iets, ja, iets belangrijks. Oh, zijn hier mensen? Alsjeblieft niet. Wacht, hier was ik net ook. Moet ik hier dan verder? Misschien dat ik hier wel verder kan. Oh, daar is een trap. Zo, dat scheelde echt niet heel veel. Moet ik hier door inderdaad? Oh, dit is misschien een zijingang. Ja, ik denk dat we hier wel naar binnen kunnen. Yo, ik kom inbreken in wat voor een huis dit ook is. Is hier... Oh, het spijt me, meneer. Het spijt me. Je zat op het... Oh, gast, ik had jou geschoten. Hoe kan je dan nog aanvallen? Go, pak aan. Oh, hij zat op het... ja, hij heeft zat een...
Eeuw. Meneer zat gewoon een poepje te doen en opeens kwam er iemand. Ja, kan gebeuren, het spijt me. Ik wist ook niet dat je daar zou zitten. Someone has shown up their neighbors. Wat? Ik wou net zeggen, deze plek is heel chic, maar er ligt hier een ei in de... Maar ik kan hem niet pakken. Oh ja, brown chicken egg. Die stop ik ook altijd gewoon los in de oven. Oh, trouwens. Nee, dit is wel een beetje smerig. Ik neem alles terug over dat het er luxe uitziet. In vergelijking tot wat de anderen hebben, ziet het er luxe uit. Oh, nu is de deur gewoon open. Nou, dat is misschien handig voor als we ooit nog een keer fight hebben en we moeten snel ontsnappen. Never mind. De deur gaat hier dicht. Smoky. Ja, ik denk dat we die dus gewoon tussendoor altijd kunnen gebruiken. Dat het niet per se voor iets bedoeld is. Maar bijvoorbeeld als je iets van een kistje vindt met loot, dat je die daarvoor kan gebruiken. En wat is dit? Dat is weer een foto van iemand. Doorgekraste ding. Wat staat daar? Oké, dit is een beetje een raar kaartje. Ik hoor hem lopen. Oh, hier is niemand. Ik had hier wel iemand verwacht. Oh, hier heb je... Dit weet ik niet. Ik weet wel niet wat de combinatie is. Zou je die ergens kunnen vinden? Handgrenade. Oké, dat is ook leuk. Dit ziet er ook wel een beetje uit alsof het heel creepy en grimmig is hier. Laten we doorgaan. Kan ik hier door? Ja, hier kan ik door. Oh, ik kan hier omhoog. Hier kwam ik ook binnen. Hallo, mensen. Is hier... Ja, een typewriter. Oh, ik hou zo van dit spel. Ik ga denk ik even een handgrenade achterlaten. En dan kan ik daarvoor Red Herb meenemen. Misschien dat dat wel slim is. Ik hoop dat we vaker die typewriters tegenkomen, want die zijn wel handig. Hier ligt ook weer een briefje. Dit is een boek. Wacht. The old farming is finest crop. The slight swineherd is stoutest pig. Own beloved babe. Wacht, crop, swineherd, pig, babe. Laten we beneden kijken. Is dat van die code? Is dit, dit is niet de code. Dat is de code. Ja, we hebben hem. Wat zit er nu hierin dan? Crystal marble. Is dat ook een treasure? Oh, dat is een key item. Oh, wat kan je hebben dat er een knikker sleutel is? Oh, 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 oh. Zullen we even normaal doen? Gozer, wat ben jij? Jij bent helemaal ontspoord, man. Oh nee, dit is zo'n foute boel. Hoe kom jij opeens hier? Mijn mes is zo kapot, dus je bent nu niet eens dood? Oh, nu wel. Ik schrok me de tandjes. Ja, nu heb ik weer hetzelfde probleem. Dat ik elke keer heb dat ik iets te veel heb. Ik ga wel gewoon wat ammo craften. Zo, nu heb ik weer iets wat ruimte. Want op zich is zo'n kitchen knife wel handig. Dat ga ik wel vaak nodig hebben, vrees ik. Oh, dit is die foto. Dat hoef ik niet te checken. Kwam die van boven vandaan? Is hier nog meer... Nee, hier is niks. Hè, waar kwam die vandaan? Ja, laten we verder gaan. Wat is dit van... Oh, dit is de kamer met de knikker. Oh, dus ik moest ook wel gewoon... Ja, zie je wel. Ik moest die code kraken. Oh... Oh, nu moeten we dit figuurtje eruit krijgen, of niet? Ja, dat denk ik wel. Dat is ook nog grappig. Huh? Hoe moet ik dit nou weer doen? Zo, ik heb hem bijna. Ja, ik heb hem. Dit is heel goed beveiligd. Ik wil eigenlijk niet weten wat hier is, maar dit is gewoon de slaapkamer. Huh? Village Records. Dit is gewoon een soort dagboek die iemand geschreven heeft. Dit is... Wacht even... Deze guy, hadden we die aan het begin zo'n stukje? Is dit huis van hem? Want dan wil ik eigenlijk heel graag weg. Dan wil ik echt heel graag weg. Ik heb een key. Hij zag er namelijk best wel... Oh, wat gebeurt er? Nee, heb je die guy weer? Ik had nog niet alles geloot trouwens. Er lag nog iets anders. Hoe komt hij altijd op de slechtste momenten? Oh, dat moet pijn doen. Oh, dat moet ook nog heel veel pijn doen. Waarom vermoordt hij ons niet trouwens? Gaat hij ons weer een spuitje geven? Oh nee. Mijn bloed heeft... Oh. Wie is dat? Dat vindt hij niet leuk. Ja, daar gaat je hoedje, meneer. Dit laat zien dat je gewoon kaal bent. Maar wacht even. Wat hij in ons heeft gespoten, dat werkt dus. Hij gaat gewoon weg. Meneer, je kan me niet zo achterlaten. Wat heb je van me gemaakt? Mijn bloed. Ja, inderdaad. Chapter end. Wat een cliffhanger ook, mensen. Oké, dat kan het spel wel goed. Mensen, is dat niet even een gek einde? Opeens kwam iemand ons helpen en ik heb geen idee wie het is. En die guy die kwam me voor een dag zeggen, maar vermoord ons niet. Wat is hij met ons van plan? Ik heb namelijk het idee, als hij niet iets met ons van plan geweest zou zijn, had hij ons vermoord. Maar hij laat ons leven. En dat is met een reden. Ik ben heel erg benieuwd wat die reden is. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!